Dag dames en heren. Op veel plaatsen zien we een afwisseling tussen wolken en opklaringen. Maar dat is niet overal het geval. Kijkend op de satellietbeelden zien we toch dat er boven België en het zuiden van Nederland de meeste bewolking aanwezig is. Sterker nog, uit die bewolking valt zelfs op sommige plaatsen een klein beetje regen. En dat kunnen we dan weer terugzien op de regenradar. Met name Limburg, delen van Brabant en met name dan ook nog Sils Vlaanderen. In de rest van Nederland is het droog en in deze tweedeling komt eigenlijk de rest van de dag weinig verandering. In het zuiden de meeste bewolking en soms toch ook wel wat regen. Maar op de weg naar het noorden verpiet het dat allemaal, zodat het in de rest van Nederland vandaag droog is. Met zowaar ook af en toe zonneschijn, maar met een noordenwind zien we wel vrij lage temperaturen. 16 of 17 graden in het Waddengebied. In het uiterste zuiden 18, 19 graden. Ik denk dat de hoogste temperaturen bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen worden gehaald. Want daar hebben ze net niet met regen te maken. Breekt wel regelmatig de zon door. Vanavond dan weet die bewolking zich toch nog wat verder naar het noorden uit te breiden. En kan er op wat meer plaatsen in het zuiden en oosten een beetje regen vallen. En ook vannacht is dat het geval. Maar in het noorden, daar klaart het op. En daar verwacht ik dan ook de laagste temperaturen. Graad of 8 op sommige plaatsen. Nou, morgen dan trekt in de ochtend die hardnekkige bewolking vrij snel het land uit. En vervolgens zien we overal regelmatig de zon doorbreken in de middag. En de temperatuur komt wat hoger uit. In Limburg een temperatuur uiteindelijk van zo'n 21 graden. En de komende dagen gaat die temperatuur zelfs nog een klein beetje omhoog. En het weerbeeld is eigenlijk best vriendelijk. Met regelmatig zonneschijn, soms zelfs veel zon aan zee. En met name zaterdag kan er wel weer een enkele bui vallen. Maar echt nat weer zit er de komende dagen niet in. Fijne dag verder.